Goedemiddag kijkers, fijn dat jullie weer even ingetuned zijn. Ik zit hier vandaag in de auto, dat is heel hip. Tegenwoordig doe je filmpjes in de auto. En ik praat hier met Boudewijn Zijlman. Boudewijn, wie ben je eigenlijk? Ik heb na mijn middelbare school heb ik natuurkunde gestudeerd. En na mijn studie ben ik als jong jongetje begonnen bij een start-up. En die start-up heette Lost Boys. En Lost Boys later een heel groot bedrijf van weten te maken. Na die periode heb ik nog een aantal bedrijfjes gestart en in diezelfde digitale wereld. En soms ook verkocht. En een paar jaar geleden dacht ik, natuurkunde, daar had ik toch ook iets mee gedaan. Zou ik daar niet iets meer mee moeten doen met mijn leven? Ja, en zo is het. En met dat natuurkunde stukje kom jij dus bij ons op school wat vertellen. Ja. En geef eens even een sneak preview, waarom moeten wij daarbij zijn? Nou, de reden waarom je daarbij moet zijn is niet omdat ik allemaal ga vertellen over hoe knappe dingen wij het heelal inschieten en hoe kleine satellietjes we kunnen ontwikkelen tegenwoordig. Want dat is wat jullie doen. Dat is wat we doen. Ja. Heel diep het heelal kijken we in. We kijken ook naar planeten en alles. Maar ik ga vooral vertellen over waarom het zo fascinerend is, wat we daar opsteken en waarom het zo prachtig is dat we dingen zichtbaar maken die je niet kan zien en hoe dat werkt. Ik vind het nu al wel top. Ik denk dat ik kom en ik hoop dat veel ouders samen met hun kind van de bovenbouw ook komen kijken. Nog één dingetje, ik hoor dat jij wel leuk piano kan spelen. Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Ik had er ook licht op voorbereid. Oh, wat goed. Ja, dus misschien moeten we even een liedje spelen anders. Okay, wat is je favoriete liedje? Ja, ik vind Get Lucky een ongelooflijk lekker nummer. Daft Punk, top. Die zetten we lekker op. Let's go.